Wel weer herenigd. Hoe is het, Tim? Absoluut. Donderdag 6 uur, volgens belofte. Het was geen meme. Hierbij hebben jullie wat jullie altijd al wilden hebben de afgelopen 2 maanden. We zijn terug. It's all real. It's all real. Donderdag 6 uur is geen meme. Het is gewoon zo. Dames en heren, kwameraden, welkom bij seizoen 2, aflevering 1 van de Kwamfi Show. Wie niet weg is, is gezien. Ik ben terug. De Kwamfi Show is terug. Wat kleine tweaks, maar Tim en ik zijn allebei weer van de partij. Ik heb jullie gemist. We gaan vandaag gelijk goed van start. We hebben 2 onderwerpen. Onderwerp 1 gaan wij het hebben over de exchange drama's. We gaan even kijken naar wat er natuurlijk gebeurd is met FTX. We gaan even kijken naar hoe Binance en KuCoin in het nieuws zijn. De Nederlandse bank heeft er wat van te vinden. Mazars heeft een audit gedaan. Die vinden daar wat van. En daar gaan we eerst compact op in. Daarna gaan we over op de discussie. Waarom komt later wel we gaan bot. Dan gaan we natuurlijk even kijken naar de prijs van Quant. En als tweede topic gaan we even kijken naar wat de Quantfi Show uit gaat spoken de komende weken, maanden, jaren. En daarna krijgen we natuurlijk een stukje afsluiting zoals wij dat doen. Het is natuurlijk de eerste aflevering. Dus we hebben geen vragen gesteld, omdat dit natuurlijk een verrassing is. Het is ook een soort van kerstspecial. En niet in een wifebeater. Nee. Pornootje. Ook maar niet met kerstmuts. Wel weer herenigd. Hoe is het, Tim? Absoluut. Donderdag 6 uur, volgens belofte. Het was geen meme. Hierbij hebben jullie wat jullie altijd al wilden hebben de afgelopen 2 maanden. We zijn terug. It's all real. It's all real. Donderdag 6 uur is geen meme. Het is gewoon zo. Nee, ja, fantastisch om weer terug te zijn. Ja, weet je, ik heb het gemist. Onze laatste aflevering was 6, 7 oktober, zoiets. Nou, op het moment dat we het opnemen is het 20 december. Dus dat betekent dat we meer dan 2 maanden eruit hebben gelegen. We hebben elkaar natuurlijk nog steeds gewoon gesproken. Maar goed, op een andere manier natuurlijk. Wat minder, daar wel direct op zich, maar gewoon wat minder vaak. Jarno heeft natuurlijk... Plannen gesmeed in het duister. Absoluut. Jarno heeft natuurlijk een hele avontuur bij Galileo meegemaakt. En toen hebben we elkaar wel gesproken. En toen eigenlijk al daarin een beetje sturing kwam van welke kant dat opging, zijn we eigenlijk in het diepste geheim, zijn we weer gaan smeden en zijn we terug gaan werken naar seizoen 2. En wij vonden het een goed moment om dat 2 dagen voor kerst te publiceren. Dat gaat dus ook gewoon lukken. Ja. Hier zijn we. Ik heb er heel veel zin in. Seizoen 2. Ik heb het gemist. Ik heb het gemist. Ik heb er... Ja. Ja. Zeker. Zeker. Dus nou ja, goed dat we hier weer zijn. En er is natuurlijk best wel een hoop aan de hand. Hè. Er is een hele hoop tumult. Buiten dat we natuurlijk gewoon de whopping 100.000 wallets hebben weten te... Ja. Te veilig te stellen. Dus hebben we er geen aandacht aan besteed, behalve dat we dan op wat toen nog Quant updates heten, een post te plaatsen. Maar ja, het aantal wallets hè, wat we nou per dag erbij krijgen, nog steeds een paar honderd gemiddeld. Wat natuurlijk iets van 400 tot 500 per dag volgens mij, misschien iets. Ergens in die range van 300 tot 600 per dag, dacht ik laatst te zien. Ik denk dat we inmiddels al op 106.000 wallets zitten. Ja, voor je beeld, op het moment dat ik instroomde, zaten we op 11.000, 12.000 wallets. Ja, dat hebben we dus nu in een kwestie van een paar weken, hebben we de helft daarvan al binnengeharkt. Ja, hey, maar 5k of zo kom ik binnen. Ja, ik ben intussen even aan het bladeren. Ik zit even in de Quamfi Lounge. Nu ik probeer om mijn microfoon heen te kijken. Ja, ja. 400 gemiddeld ongeveer per dag. 450. En
We zitten nu op inderdaad 106.630 portefeuilles. Zo, ongelooflijk. Mai, oh mai, mai, oh mai. Ja, allemaal potentiële luisteraars voor seizoen 2. Ja. Ik begin even, Jarno, zoals ik altijd begin natuurlijk. Hè, met, hoe is het? Hoe is het eigenlijk? Dat, we hebben je 2 maanden niet gezien. Tenminste, we hebben je natuurlijk wel... kunnen je nooit helemaal omheen. maar hoe is het? Hoe is je avontuur? Wil je daarover uitweiden of wil je er niet over uitweiden? Dat kan ook. Nou, bij mij is het goed. Ik ben heel blij dat ik lekker weer me hiermee bezig kan houden. Met mijn eigen tijd, mijn eigen agenda, mijn eigen planning en mijn eigen voorwaarden. En dat is, ja. Zo is de Quanfishow is zo ontstaan, hè, dat ik uiteindelijk dacht, oké, maar ik wil gewoon niet meer werken voor een baas. Nou, Galileo begon voor mij met een vriendendienst voor Net. En dat werd meer, daar werd ik ingezogen. Uiteindelijk was ik het zat. En ik wilde weer terug hierheen. Lekker naar mijn eigen ding. En het geeft me heel veel rust dat ik lekker voor mijn eigen agenda kan werken. Mijn eigen planning kan maken. Met mijn eigen doelen. Ja. En dat is wat ik daarover wil zeggen. Ja, explosief avontuur natuurlijk. Van gewoon, ik weet nog dat Galileo begon te spelen. Dat was rond... Nou, wanneer hoorde ik daar voor het eerst van? Juni? Mei, juni, die periode. Ik weet dat Nat er toen mee bezig. Volgens mij, als je echt terug gaat zoeken in hun... Ook wat ze in hun podcast zeiden, is ergens begin 2022 dat ze begonnen. En toen rond maart, april begon het echt serieus te worden. Ja, dat het op mijn radar kwam, dat was ergens in mei of zo. En ik weet dat jij daarbij betrokken was. Nou, een paar maanden later zat je in één keer aan de top van het bedrijf. Je begon als vriendendienst, toen werd je adviseur. Toen in één keer had je gewoon echt een serieuze positie. Toen in één keer stond je gewoon hand in hand met Mr. Verdian zelf. Ja. Ongelooflijk. Ja, en iedereen van Quant, die jou nu ook gewoon kennen. Ja, op cijfers eventjes ook nog, ja. Ja, en amper 3 maanden later zit je weer bij mij. Ja, joh. Weet je wat? Echt een knotsgekke avontuur. Nou, zeker. En als er één ding is wat ik dan wel voor mezelf nog weer bevestigd heb, is dat ik echt moet doen wat ik leuk vind en waar ik blij van word. Ja. En als ik ergens niet op een of andere manier blij van word, dan is er niets wat dat op kan lossen. En, nee. En dan houdt dat gewoon op. En dat is... dat is een luxe. Dat is gewoon een luxe. Maar goed, zo is dit ook geboren. En zo ben ik hier nu weer bij teruggekomen. Dus ik... ja. Het zal het lot zijn. Hey, ja. We zijn terug. We hebben een planning gemaakt. Gaan we beginnen met de bieden potatoes? Ik denk het wel. Kijk, ik denk dat we sowieso... onze 2 stemmen los moeten gaan laten op alle paniek die er heerst. Want, jongen, we hebben het natuurlijk heel 2022 volgehouden. Hè? We zijn eigenlijk het hele jaar zijn we al vol op bear market. Ja. Toen we stopten met uitzenden, toen in één keer ging de prijs naar €230. We hebben heel even op 230 gezeten. Dat was meteen kwam de show voorbij en boom, we gaan omhoog. Dat is altijd weer die contra-indicator. Maar inmiddels staan we weer op €100. En volgens mij is er wel zoveel paniek dat we jullie toch wel weer eventjes moeten gaan toespreken en even een schouderklopje geven dat allemaal wel weer oké. Ja. Tim gooit de hele planning trouwens nu alweer in de war. Dat zou dan voor een later moment laten, ja. Ja, maar dat staat ook op de planning, toch? Ja, alleen dan in het midden. Nou, dan gaan we eerst naar de Miro Potatoes van jou. Ja, goed. Ja, nee, laten we beginnen met met de exchange drama's. Hè? Want dat ligt een beetje natuurlijk ook de grondslag aan het hele prijsverhaal. Dat is toch ook gewoon de kern trouwens. Het hele exchange drama van waarom mensen nu zo gespannen zijn. Ja. Ik doe niet heel erg de planning om. Of... Ja. Nee, jawel. We hadden afgesproken. We gaan eerst naar dit topic, daarna gaan we naar de prijs en de kwant dingen. En dan gaan we naar het tweede om. Ja, oké, maar ik bedoel wel van alles is uiteindelijk met elkaar verbonden, toch? Van de prijs doet het slecht omdat mensen in paniek zijn. En nou,
Laten we gewoon zeker, lekker hier beginnen. Want we hebben heel veel gemist. Zeker. Ja, zeker. In dit geval is het wel belangrijk. Omdat de implosie kwam. Toen FTX FUD begon. Hè? Dat was natuurlijk in eerste instantie alleen maar een sprookje eigenlijk. Hè? Geruchten zou met fondsen geklooid zijn. En ze zouden insolvent zijn. En weet ik het allemaal. Nou, uiteindelijk bleek dat er toch wel wat meer aan de hand was. En dat de grootste gedeelte van hun backing was hun eigen munt. Nou, dat is een beetje net alsof dat de ING-bank zegt van ja, weet je wat we doen? We doen al jullie spaartegoeden. Doen we dan maar gewoon backen met ING-punten. Nou, ik weet niet of je weet wat dat is, maar dat zijn een soort van soort van air miles, maar dan van ING zelf. En dan krijg je een korting op producten bij hun, die je ook op Amazon voor dezelfde prijs kan kopen als voor zij het weg doen met korting. Dus die punten zijn niet zoveel waard. Maar FTX, die had dus hun eigen muntje. Die hebben ze daarvoor als onderpand gebruikt. Nou, uiteindelijk is dat hele zwikkie kopje ondergegaan. En toen bleek dus eigenlijk, hè, dat is de bottom line, dat de audits die zij gehad hebben, die zouden onafhankelijk en neutraal geweest moeten zijn. Maar dat waren ze dus niet echt. Of echt niet, net hoe je het wil noemen. Maar hoe kan dat? Nou, dat kon dus omdat FTX dus in een belastingparadijs zat. Ik weet even niet zo gauw welke van de eilandengroepen. Maar er zijn een aantal bekende verdachten, de usual suspects. Denk even aan volgens mij zaten ze op de Bahama's, denk ik. Nou, denk aan de Bahama's, denk aan de Cayman-eilanden, denk aan de Seychelles. Maar ook ons aller China. Die staat er berucht op. Die geven geen inzage in boeken. En dat betekent dat als je daar met je bedrijf zit, dat je eigenlijk onaantastbaar bent voor, in dit geval laten we dat dan even hierop houden, hè, de Nederlandse Belastingdienst en de Nederlandse Bank. Dat is een probleem. Nou, dat blijkt wel, want ja, als ze niet gecontroleerd worden, dan lopen ze de kantjes eraf. Als we dan een stapje verder gaan maken, dan gaan we zien dat die belastingparadijzen, ik zal eventjes, natuurlijk omdat we nog steeds met onze bronnen willen werken, waar mogelijk. Gaan we naar de belastingparadijzen? Nou, we hebben de Wikipedia-linkje in de beschrijving zitten. Maar is een informele aanduiding voor een jurisdictie die een relatief gunstig belastingstelsel bezit. Het begrip is sterk ingekleurd door de fiscale doctrine van ieder land. Er is geen overeenstemming over de criteria waarbinnen landen als belastingparadijs moeten worden beschouwd. Soms worden in dit verband ook termen als offshore-constructie en offshore-bank gebruikt, ook als het geen eiland betreft. Lijkt me redelijk duidelijk. Even voor de helderheid, hè? Nederland, ons aller kikkerlandje, is ook eigenlijk een belastingparadijs. Zeker voor ons als cryptobezitters, hè? Met de huidige regelgeving die er nog is, dat je een netto 1,7% aan vermogensbelasting op 1 januari, wat buitengewoon gunstig is. Maar ook voor bedrijven zit je hier best goed. De belastingen die je hier betaalt, ik geloof dat het in totaal op zo'n 20% neerkomt. Maar dat als je maar groot genoeg bent, dan kan je zoals met de Belastingdienst gewoon een handje klap doen. Als het auditen van hun te veel werk is. En dan pakken ze gewoon een schatting. En dan koop je dus eigenlijk de boel gewoon af. Dat betekent natuurlijk niet per se dat het malafide is. Of dat het fraudeleus is, of weet ik hoe je het wil noemen. Nee, ja, Nederland is een belastingparadijs voor kapitaal, in ieder geval. Kijk, voor werk niet. Maar als het om vermogen gaat, dan zitten wij er zeer, zeer warmpjes bij. Precies. Maar het is wel een ander type belastingparadijs dan die eilandengroepen. Ja. En daar gaat het in dit geval mis. Want ik heb het hele drama rondom FTX een beetje met een schuin oog bekeken. Hè? Het is weer zo'n drama in de crypto-wereld. En in eerste instantie, ik weet niet of je deze kant op wil gaan hoor. Je moet me gewoon gidsen. Maar het deed me heel erg denken aan wat er allemaal met Luna gebeurde. Hè? Hetzelfde idee van dan heb je een munt die dan zeg maar het hele protocol backt. Blijkbaar was dat dus in dit geval dus ook het geval bij die exchange. Ja.
En dan gaat er dus iets mis daarin. En dan komt alle vuile was naar buiten. Ja. Maar ja, je hebt er geen inzicht in, want ze geven geen inzicht in hun boeken. Nee, het is een circle jerk. Zeker. Ja. En de Nederlandse Bank die vond daar ook wat van. Link ook wederom in de beschrijving. Hier staat, en dit is bitcoinmagazine.nl, de Nederlandse Bank waarschuwt voor cryptobeurs KuCoin. En de introductie lees ik even volledig en daarna krijg je de TLDR. KuCoin, het betreft formeel het bedrijf MEK Global Limited, oftewel MGL, gevestigd op de Seychelles. Dat is een eilandje ten noorden van Madagaskar in de Indische Oceaan. Die eigenlijk ook overal een beetje buiten vallen. Maar in de wijde cryptomarkt is men bekend als KuCoin. De Nederlandse toezichthouder wijst erop dat deze beurs geen registratie heeft en daarom in strijd handelt met de zogenaamde wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. De centrale bank stelt verder dat KuCoin illegaal diensten aanbiedt voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en bewaarportemonnees aanbiedt. De DNB gaat geen particuliere aanschrijven die gebruik maken van deze beurs. Maar ze waarschuwen, quote, dat ze verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering. Nou, volgens CoinMarketCap is KuCoin goed voor $446 miljoen aan spotvolume de afgelopen 24 uur. Daarmee zijn ze de vierde exchange wereldwijd. Bla, bla, bla. Wat wel interessant is, is dat er dus een register is. En daar zijn 30 partijen bij geregistreerd. Onder andere dus Coinbase en Bitstamp. En volgens mij staat ook Bitfavo daarop, Bitcoin Meester. Mogelijk CoinMet, we kunnen zo wel even kijken. Maar Binance en KuCoin en Bybit dus niet. En ik zal op het registerding klikken. Kijken wat ik nou aan het downloaden ben. Nou, ik ga dat zo meteen achter de schermen wel even opzoeken. Had ik van tevoren kunnen doen. Oeps. Wat dus interessant is, is dat dus de Nederlandse bank hiermee komt. Nou, ja. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, hè, wordt wel eens gezegd. Dus wat voor mij dit extra onderschreef, dit hele verhaal, dit is een tweet. Die staat ook in de beschrijving. En deze tweet is van een Connor. J. Connor Rogan. Ik weet niet wie meneer is. Maar die schrijft Mazars audits van Binance, KuCoin en Crypto.com are no longer online. Alle links laten een error zien en zijn al meer dan 24 uur down. Als ik zoek naar Binance op Mazars website vind ik niks wat betrekking heeft op hun reserves. Nou, het blijkt dus dat in het verleden Mazar. En Mazar is een bedrijf wat audits doet. Hè? Dus dat is een beetje Ernst & Young KPMG-achtig werk? Eerlijk gezegd had ik nog nooit van Mazars gehoord. Maar ja, je hebt van die auditors. Dus dat zijn inderdaad dit soort bedrijven die gewoon checken of dit soort crypto-protocollen en financiële instellingen betrouwbaar zijn. En ook bijvoorbeeld, en dat geldt voor alles, hè, volgens mij bij Galileo ook, hebben jullie ook audits moeten doen door, neem ik aan, hoop ik. Neem ik aan. Maar alles is in principe geaudit. En ik weet ook dat het toen in de periode natuurlijk dat Quant een ICO deed, ook allemaal geaudit. Dus dit zijn wel betrouwbare partijen die gewoon checken of ja, alles klopt. Ja. Staat er geen onzin in de boeken. Nee, precies. Nou, en deze boys, deze mensen, laten we het neutraal houden, die hadden dus kennelijk, klaarblijkelijk onderzoek gedaan naar de Binance en de KuCoins. En daar een rapport over gepubliceerd. Het rapport is niet meer aanwezig. Dat was bam, bam, bam. Inderdaad de reden om te zeggen van de Nederlandse bank is misschien toch niet alleen maar fut aan het verspreiden. Hè? Want het is natuurlijk weer, oh, de banken zijn geïntimideerd. Dit is een discussie gedeeld. Trouwens, ik weet niet of Tim op in aantekening wil maken.
één zwaluw maakt geen zomer. Eén artikel zegt niet zoveel. Maar als een entiteit als deze daar ook wat van vindt. Plus dat we natuurlijk bij vorige afleveringen van de Quantum Show seizoen 1. Kijk eventjes terug zou ik zeggen. Regelmatig wel wat gevonden hebben, hè, van de exchanges in de belastinghavens. Ja, dan hebben we het dus over de China's, Seychelles, eilanden, dat soort zaken. Je hebt gewoon nergens recht op. Nee. En ze kunnen eigenlijk doen en laten wat ze willen. Heel veel hebben geen uitleveringsverdragen. Of je kan niet gestraft worden, hè, als je geen onderdeel bent van de EU. Dan kan je ook niet volgens de Europese wet aangepakt worden. Of je moet echt hele heftige dingen doen. Sigmund Fried, Bankman Fried, weet ik hoe die flippo heet. Mm-hmm. Die is geloof ik nu ook van zijn bedje gelicht. Wel toch ook van de Bahama's. Als we het nieuws moeten geloven. Dus het kan allemaal wel. Maar ja, de vraag is, ga je ooit je centen weer zien? Nou, hoe onderscheidt Europa, hè, zich er dan van? De exchanges mogelijk die in dat register staan. Stichtingen. Juist. Dat is eigenlijk wat het onderscheid maakt. En dat die stichtingen, daar worden jouw fondsen ingezet. Dus stel, jij hebt je portefeuilletje. Je hebt een hele kwant daarin zitten. Jij wil natuurlijk wel dat die hele kwant van jou blijft. Heel veel van die Chinese en belastingparadijzen, exchanges, die hebben alles op dezelfde balans. Die rekenen jouw assets als hun assets. En dat is een beetje het not your keys, not your coins verhaal. Terwijl je ziet dat bijvoorbeeld een Bitfavo, een CoinMetro, een LCX, die hebben een aparte stichting waar jouw munten in zitten. En als hun bedrijf belly up gaat, dan kunnen zij dus niet jouw fondsen gebruiken om hun schulden af te dekken. Wat doet dit? Wat mij betreft doet het twee dingen die heel belangrijk zijn. Eén, het zorgt ervoor dat jij altijd je centjes in principe terug moet kunnen krijgen. En twee, het houdt de exchange eerlijk. Want als jij geen onderpand hebt en jij bent dus met je eigen token aansprakelijk voor je eigen gokgedrag, ja, dan denk je wel twee keer na. Terwijl als jij in een belastinghaven zit en jij kan met mijn kwantje doen wat jij wil, want als je token belly up gaat, dan kan je de reserves van mij gebruiken, of eigenlijk mijn fondsen gebruiken als jouw reserves, om de boel weer vlot te trekken. Dat werkt dus niet. En ja, dat is wat we... Voor mij maakt dat een heel groot verschil. Ja. En weet je, net zoals dat ik... Bitfavo staat in dat register. CoinMetro niet. LCX ook niet. Wat ik vaak zeg, hè, iedereen blaart nu maar. Bitcoinmeester staat er ook in. In het Nederlandse financiële dienstenregister. Coinbase staat er, ja, ook in. Ja, volgens mij... Ik weet in ieder geval dat deze discussie speelde, hè, met de regulering door de Nederlandse bank. En dan moest je aan best wel strenge voorwaarden voldoen. Ja, ja. Jaar of anderhalf geleden dat speelde. Hè, dan dat je echt bijvoorbeeld dat je ook je scherm moet filmen. Dan moet je bewijzen dat de wallet waar je het heen stuurt ook echt van jou is. Allemaal dat soort... Zaken moesten daarin. De Nederlandse regulering is echt wel heel, heel stevig. En misschien is dat ook een van de redenen dat... Dat is weer teruggedraaid. Dat hele verhaal, hè, dat je voor elke portefeuille, fotootje, filmpje... Freaking Bitfavo heeft dat allemaal wel gehouden. Ja, die zijn heel strikt daarin. Ja, nou ja, dat is een van de redenen dat ik daar weg ben gegaan. Want als je daar even lekker snel even wat wil handelen... Daar kreeg ik hoofdpijn van. Maar... En dan kom ik even terug naar waar ik net de draad kwijt raakte en Tim mij redde van een stilte des doods. Niet iedereen moet met een ledger gaan lopen klooien. Niet iedereen moet gaan klooien met zijn woorden. Niet iedereen moet gaan klooien met ETH en gas en weet ik het allemaal. En dat klinkt allemaal heel mooi, hè? Want wij zitten met z'n allen in die echo-kamer die we dan maar eventjes de NLBE-groep noemen. En wij vinden bijna allemaal op een bepaalde manier wel not your keys, not your coins.
En dan zijn er mensen die zeggen van, ja, maar ja, als je die in zijn ledger in kan stellen, dan moet je ook niet met crypto aan de haal gaan. Nou, dat is te kort door de bocht, denk ik. Hoeveel mensen hebben hun geld in hun matras liggen thuis? Bijna iedereen gebruikt een bank. Waarom heb je je geld niet onder je matras? Je hebt je crypto op een ledger. Waarom? Een stukje gemak, een stukje veiligheid. En veiligheid is net zoals interoperabiliteit en is net zoals decentralisatie allemaal op een spectrum. Weet je, en het begint en het eindigt allemaal ergens. En de waarheid ligt voor de meeste mensen gewoon in het midden. En als ik kijk naar mijn familie, die moeten zich echt niet bezig moeten houden met het instellen van een ledger en het veilig opbergen van de ledger en het apart opbergen van een papiertje. Oh, maar je moet het papiertje ook weer ergens anders wegleggen, want als je huis afbrandt, oké, dan moet je dus ook weer nu iemand anders gaan vinden die je vertrouwt. Die moet je dan vervolgens informeren waar het ligt, wat de ernst ervan is, wat het belang daarvan is. En die moet het dan maar voor je op willen slaan. Jongens, het is gedoe. En het is niet de freaking toekomst. Hoe graag je het ook zou willen, het is niet de toekomst. Dat denk ik ook niet. Over 10 jaar zijn er maar heel weinig mensen die nog een ledger hebben, hoor. Echt. Ik denk wel dat ledger steeds gebruikvriendelijker wordt. Hè? Ik bedoel, als je ziet wat voor ontwikkelingen ze doormaken en de producten die ze aanbieden, dan denk ik zeker dat er een toekomst in zit. Ja, dat is ook de hele crypto-gedachte, maar ik ben het met jou eens dat als je massa-adoptie wil laten plaatsvinden, dan zal je nooit op deze manier dat gaan bereiken. Want zelfs deze, zelfs je host hier had gezeur met ledger en toen zat ook wel eventjes gewoon mijn hartslag zeg maar in mijn keel. Ja. Want mijn Nano S, die begaf het. En ik moet eerlijk gezegd nog steeds contact goed opnemen hoor, met een klantenservice. En het schijnt dat Ledger heel erg goed daarmee is. Ja. Maar dat ben je toch eventjes gewoon dat je hartslag in je keel zit op het moment dat je... Gelukkig had ik een tweede Nano S in huis. Want ik heb ooit mijn ouders een Ledger gegeven. Maar ja, die... Nee? Hebben ze hem niet gebruikt? Uiteindelijk niet. Tenminste, nee. te veel gedoe. Nee. Dus ik had gelukkig... familieleden van mij, die hebben er ook een. Die hebben hem ook al maanden in de kast liggen. Oh, ik heb er helemaal geen tijd voor om dat ding allemaal in te stellen. Het is meer van, ik zou ze helpen daarmee. En. Zelden maar mee. Dat was gelukkig wel mijn uitweg. Want op die manier kon ik dus die tweede Nano S gebruiken. Ja. En op die manier heb ik toen weer mijn portefeuille hersteld. Ja. Maar het is toch wel spannend. Ik mag niet hopen dat dat de toekomst is. Want dan, dat is toch niet helemaal handig. Kijk, ik heb wel het grootste deel. Hè? Ik heb 99% heb ik zo'n beetje op een ledger staan. Ja. Maar ik heb toch ook wel gewoon echt een significant bedrag gewoon op Bitfavo staan. Gewoon puur om er snel bij te kunnen. Overal ter wereld. Ik had hetzelfde na een update, Tim. Na een update. Ja. Ze waarschuwen altijd. Ja, je ledger kan gepurged worden. Hè? Dat die naar de factory reset gaat. Op het moment dat die geüpdate wordt. Het is zeldzaam, maar het kan. Van tevoren gekeken op mijn plekje waar ik mijn spulletjes allemaal wegleg. Of ik alles daadwerkelijk nog bij de hand had. En bij Rempel inderdaad, toen ik probeerde om in te loggen na 3 pogingen. Ja, let op, hè, dan ben je een half uur verder. Hè. Ah, hij doet het toch niet. Nou, dan maar opnieuw installeren. Dus 3 keer verkeerd paswoord. Ledger gereset voor de zekerheid. En dan helemaal opnieuw. Dan ben je handmatig, ben je woordjes aan het invoeren die je dan hopelijk zonder spelfout hebt opgeschreven. Je hebt het opgeborgen op een plek dat je het kan vinden. En dan zit je achter je computer en dan ben je het in aan het tikken. En dan voel je inderdaad je hartslag. En dat gaat een keer. En dan vervolgens denk je, oké. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. Oké. En dan heb je misschien nog een passphrase gebruikt. Die heb je als goed is nergens opgeschreven. Moet je ook maar onthouden hebben. Passphrase invoeren. En dan maar hopen dat diezelfde wallet naar boven komt. Et cetera, et cetera. Hetzelfde geldt. En volgens mij heb ik dat nog gezegd voor ik op vakantie ging in de groep. Stel nou dat er wat gebeurt met jou. Op vakantie? Ja, ik ging samen met Lianne op vakantie. Samen in de vliegtuig en de kinderen bleven thuis. Onze hele kwant is voor de kinderen. Stel nou dat dat vliegtuig uit de lucht flikkert. Papi, mami weg. Of dat niet erg genoeg is, hebben ze een USB-stickie met een mooi zilver dingetje, waar ze het wachtwoord niet van weten. Oké, ze hebben wel dan die zoveel woorden,
Dat kunnen ze dan wel vinden. Dan kunnen ze het wel installeren. Maar goed, er is ook misschien nog wel een passphrase. En misschien ligt dat allemaal wel ergens, of niet. Hoe gaat dat dan werken? En dan nog, er staat wat op Exchange hier, er staat wat op Exchange daar. Dan hebben we een MetaMask. Ja, één kwant kan je op heel veel manieren verdelen. Hoe gaan die kinderen dat ooit krijgen? Hoe ga je dat duidelijk maken aan je nabestaanden? Ja, ik heb er ook nog nooit over nagedacht. Van mocht mij iets gebeuren, dan... Ik heb het gewoon gedaan. Ik heb gewoon de USB-stick gemaakt. Ik heb een aantal USB-sticks en die heb ik op verschillende plekken verspreid. En passwords erop. En mensen die laten onthouden. Dat is de enige manier. Of je moet het in een kluis leggen. Maar ja, dan moeten mensen ook nog wel weten dat je een kluis hebt en waar die sleutel dan van is. En dan, je moet ergens iets opschrijven voor je nabestaan. Ja, daar begon het bij mij op stap 1 al. Ik heb het in een kluis, die ledger heb ik in een kluis liggen. Maar ja, die kluis heeft een sleutel. Waar was die sleutel? Daar begon het al. Ja. Het hele huis zeg maar, op zijn kop gezet. Uiteindelijk kon ik dat ding wel vinden. Ja, dan heb je horde 1 genomen. Dan moet je hopen dat je ledger... Man, wat een gedoe. En toen ik het wilde doen op Ledger Live... dat was echt tijdens de piek van de paniek, hè, rondom FTX. Zeg maar. Van echt gewoon FTX was aan het omvallen. Ja. En ja, ik was het aan het anticiperen. Maar Ledger Live lag er ook uit. Want wat krijg je dan? Omdat iedereen Ledger gaat gebruiken. Ja, dat kunnen die servers niet aan, hoor. Het Ethereum-netwerk had het ook weer zwaar. Hè? Want altijd als er paniek is, dan schieten die fees weer omhoog. Ja. Ik kan me de dagen nog herinneren dat een Ethereum-transactie $800 kostte. Ja. Dit is geen pleidooi tegen cold wallets of zo. Hè? Maar het is gewoon even gewoon wat ratio. Denk daar ook over na. Mensen hebben in het verleden schandalige bedragen daaraan. En natuurlijk dat hele tenminste... Ja, dat I2.0 of in ieder geval het nieuwe mechanisme dat ze hebben, dat zorgt ervoor dat je dus minder transactiekosten hebt. En dat is allemaal waar. Maar het zijn allemaal zaken waar je over moet nadenken. Dus het is echt wel een stukje moeilijker dan heel veel mensen het voorspiegelen. En ook, er zijn heel veel diensten ook gewoon in die cryptomarkt die in zijn gestapt zijn, waarin het echt gewoon plug-and-play is, crypto. Ja. En ik denk dat uiteindelijk toch gewoon de overhand gaat hebben. Wat ik ook denk, daarnaast is dat gewoon traditionele banken, die gaan linksom of rechtsom op een bepaald moment hierin instappen. Via ABN AMRO, via ING, Rabobank, kan je al gewoon beleggen. Waarom zou het niet zijn, ze zitten daar ook niet stil. Hè? Nou, jij hebt je aandelen Revolut ook gewoon in je kluis liggen, toch? Aantoonder, alles in een koffertje? Nee, maar... Nee? Self-custody, bro? Ja, dat is waar, ja. Nee, dat ik dan naar de AEX toe moet gaan van, hallo, ik heb hier 10 aandelen Shell. Het is de toekomst. Zullen we het druilen voor 2 Heineken en dat je dan 2 biertjes krijgt of zo? Nee, maar... begrijp ik bedoel. Maar ja, ook Revolut en banken, daar kan je ook al bij Revolut, en volgens mij N26 ook al, weet ik niet zeker, kan je ook al kwant kopen. Hè? Dus je ziet al dat die hele vlotte fintech jongens al instappen hierin. En uiteindelijk... zal de Rabobank en dergelijke ook gaan volgen. Dan verwacht ik niet te veel van die boomers, maar op den duur wel. En dat is uiteindelijk de toekomst als je het mij vraagt in 2030. Ja, kijk, de wet en regelgeving gaat gewoon komen. En dit is ook een van de redenen waarom exchanges het dus mogelijk ook moeilijk gaan krijgen. Hè? Kijk, de Nederlandse bank die stuurt nu een berichtje van jongens, we zijn helemaal niet tegen crypto. Hè? Dat blijkt uit dat artikel ook wel. Ze zeggen eigenlijk, joh, je kan doen en laten wat je wil. Maar wees eventjes bewust van waar je je spullen opslaat. Kijk, en Ledger is natuurlijk het andere uiterste. Hè? Daar weiden we even uit. Ja. Verder, fijn bedrijf, hè, Ledger. Ik heb er niet heel veel tegen, behalve dat mijn product na 1 jaar kapot was. Dat was al, ik heb helemaal niks tegen Ledger. Het werkt voor mij Pressure fantastisch. Pressure ook niet, trouwens. Ik ben hartstikke blij dat ik het heb. Ik ben hartstikke blij dat ik het gebruik. En voor mij werkt het, want ik heb de interesse... en het geduld en de kennis om dat te doen. Ja. Maar het is niet voor iedereen. En dan zijn er tegenwoordig een hele hoop alternatieven die uitstekend zijn om je crypto neer te zetten. En zoals ik zei, de Bitfavo, Bitcoin Meester, CoinMetro, LCX,
Dat zijn toko's, die kan je in elk geval vertrouwen tot op de hoogte dat jouw fondsen in een aparte stichting staan en gesplitst zijn van de BV. Dus dat ze niet als ze belly up gaan met jouw muntjes aan de haal kunnen. En dat is de hele reden waarom mensen een ledger hebben. Hè? Not your keys, not your coins. Nou, prima. Maar tot op zekere hoogte. Ja. Hoe gaat het nu verder? Wet en regelgeving. De Nederlandse Bank waarschuwt nu. Mazars die haalt hun audit van die exchanges weg. Nou, we weten dat Gilbert een hele tijd geleden al heeft geschreven van de crypto gravy train has come to an end. Hè? Het gaat een keer ophouden met de fanfare. Het zou zomaar kunnen zijn dat het komende jaar, dat zeiden we vorig jaar ook, buitengewoon interessant gaat worden qua wet en regelgeving. En dat sluit weer aan op wat Tim zei. Hè? Banken en al die andere entiteiten, die willen dit. Die willen crypto. Die willen ons bedienen. Die willen voor zichzelf ook van fiat af. Hè, laat het even zo uiteindelijk doen. Zijn het bedrijven die geld moeten verdienen. Dus de manier die ze het meest geld opleveren, kiezen ze. Ja, als dat crypto is, omdat er veel transacties plaatsvinden en zij dus een gedeelte daarvan af kunnen ropen, maar ja, dan moet je wel stom zijn om het niet te doen. Ook, en zij willen voor hun interne huishouding ook crypto gebruiken. Laten we het even crypto noemen, hè? Want de kosten om fiat heen en weer te sturen, alleen door je eigen bedrijf heen al, aan tijd, aan risico, aan procedures, is wanstaltig. Als je grenzen overgaat, wordt het nog lastiger. Dus iedereen wil dit, maar er moet eerst duidelijkheid komen. Er moet een wet en regelgeving komen. Juist. En dan zijn we weer teruggekomen bij Quant. Nou, dan zie je dat de afgelopen tijd de chatter, hè, om zomaar te zeggen, dus dat er meer gesproken wordt over het hele fintech for good. Hè, dat is een ding waar natuurlijk Quant helemaal in zit. Waar we het vandaag niet te diep over hebben. Maar wellicht wel in het Engels. En dat is gewoon een heel interessante wending. En ik denk dat Lagchain een heel mooi voorbeeld is. Nou, daar hebben we ook al meer keer over gehad. Daar gaan we dat seizoen 1 staat bol van Lagchain. Ja, zeker. Dat wordt alleen maar erger. Volgend jaar gaat het allemaal live. En uiteindelijk, jongens, zitten wij hier. Want prijs. We zijn er, Tim. Ja. We zijn er. €101,12. Ja. €101,12. Hoe is de dollar? Kijken. Ja, volgens mij is dat weer helemaal anders. 107 dollar. Ja. Dat is niet slecht. Ja, dat is niet slecht. Dus even kijken, 90 dagen. Nou, dit was de pump toen de kwamfysio. Toen ik vertrok. De Convisio exit pump. Ja, precies. Daarna kwam toch echt de realisatie dat het toch echt een feit was. Nou, toen kwamen we hieruit. Nou, wat je dus nu gaat zien is dat we dus straks in één verticale lijn omhoog gaan. Ik dacht naar beneden. Van oosten zijn we weer. Dan dat is gewoon rank 40. Met dat we donderdag 6 uur. Met dat jij nu zit te kijken. Ik vind de volumeschommelingen, als je uitzoomt, valt het wel mee. Ja, ik moet zeggen, als je bedenkt dat het een bear market is, is dit niet slecht, hoor. We zitten nu op 30 miljoen, 34 miljoen. En de dip op 19 december lag op 19 miljoen. Ja, het is een hele hoop correlatie met Bitcoin, hè. Als je naar Bitcoin zelf kijkt, en je vergelijkt het met waar wij nu staan qua prijs en qua hoogte, dan doen we niet slecht. Ik denk dat we staan nu 30ste. Ja. Nou, dat is hoger dan tijdens all-time high. We hebben nu Bitcoin even daar overheen gelegd. En dan zien we dat we eigenlijk momenteel gewoon Bitcoin aan het volgen zijn. Hè? Dus de grafieken doen allebei hetzelfde. Ik ben heel benieuwd of dat en wanneer dat om gaat draaien. Ja. Maar goed, als we naar log kijken, hè, de logaritmische schaal, dan is dat nog steeds, wat is dat?
20 graden omhoog. Ongeveer. Ja. Dat is vanaf juli 2018 tot heden. Als je dan één lijn zou trekken van links onder naar rechtsboven, dwars door de grafiek heen, dan is dat ongeveer een stijging van 20 graden ongeveer. Ja. Dus dat is als we die trendlijn houden, ja, dus dat we de onderste dips niet die trendlijn volgen. Dat zou, hoe is dat bij Bitcoin als je hem logaritmisch neerlegt? Vraag me af. Doet hij hetzelfde? Want die is natuurlijk... Nagenoeg. Ook. Nagenoeg zo. En bij kwant is het natuurlijker dan bij Bitcoin, vind ik zelf. Want Bitcoin heeft natuurlijk wel meer geschiedenis. Ja. 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 Heel interessant. Mm-hmm. Maar ja, wij zijn geen TA-experts en dat kunnen we ook niet te zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen, en ik heb in het verleden natuurlijk wat dingen geroepen over de prijs, tot iedereen's grote verbazing dat ik daar allemaal over uitkraamde. Maar ik voel me hier niet slecht bij. En linksom of rechtsom, als je kijkt naar hoe het gaat, als je kijkt hoe we 2022 begonnen, had ik veel erger verwacht. We zijn een jaar verder, het ziet er nog steeds niet heel slecht uit. Sterker nog, we waren bijna weer onderweg naar all-time high, terwijl alles tankte. We staan er niet fantastisch voor, maar als je gewoon kijkt naar hoe de hele economie ervoor staat, mensen die hebben nauwelijks meer wat te besteden, omdat ze alles kwijt zijn aan energie en gewoon basisvoorzieningen door extreme inflatie. Nou, als je mij dan zegt dat we nog steeds 2,5 keer hoger staan dan op het moment dat ik instapte 2 jaar terug, in zekere zin 6 keer hoger staan dan toen. Ja, ik zie het probleem niet. Als je kijkt naar hoe Bitcoin er toen voor stond en Ethereum en hoe wij er nu voor staan, ja, doen we het gewoon fantastisch. Het is maar ons alleen Bitcoin meer. 70k, huh? En Quant was toen een stablecoin op 40. Toch zo'n beetje? Of ja, dat is wel een beetje overtrokken, maar op het moment dat Bitcoin op 70k stond, stonden wij op 200 volgens mij. Bitcoin 70k was oktober, was november volgens mij. November vorig jaar. November 2021. Sindsdien... Ja, maar linksom of rechtsom, kijk, het is niet slecht. En dat heeft heel veel te maken met alle ontwikkelingen, hè, die we gezien hebben de afgelopen maanden, afgelopen jaar. En de reden dat ik nu denk dat we weer naar beneden gaan, alles te maken met de angst. Rondom wat we net bespraken, hè, met alle exchanges. Maar ook het feit dat het gewoon stil is weer. Er was een klein beetje hype de afgelopen maanden, hè, rondom Sibos. Dat is de reden dat we toen die pump hadden met $230. 19 april 2021 stond Bitcoin op 60.000. Ja. En toen stond Quant op 41. Toen Bitcoin op 69 stond, toen stond Quant inderdaad op 200. Ja, zie je. Ja. Ja. Maar, ja, en nu die Quant-advent, misschien kunnen we daar ook kijken of dat nog iets spannends heeft opgeleverd. Ik weet het niet. Het zou leuk zijn als er, dan moet er deze week wat gaan komen. En of er wat gaat komen... Wie zal het zeggen? Dat kunnen we nu niet voorspellen. Tot nu toe ziet dat hele kwantenadvent gebeuren er niet. Maar wat? Verkennen, hoe heet die gast? Andrew Carrier? Wat had hij nou getweet, joh? Hij had wat getweet over dat er een heel jaar... Ik verneuk het elke keer. Dat het hele jaar... niks kan zijn, maar dat je een heel jaar goed kan maken in een dag of zo. Ideas are like rabbits. You get a couple and learn how to handle them. And pretty soon you have a dozen. Oké. Ik ben nu even door Andrew Carrier's tweet heen aan het fietsen aan het walsen. Heb je nog wat leuks te vertellen, Tim? Ja, ik zit gewoon een beetje te filosoferen over de prijsactie eigenlijk. En
Ik denk dat we op dit moment nog wel een beetje vastgrijpen aan het idee dat er iets gaat komen. En ik zou er niet verbaasd van zijn op het moment dat je dit luistert, dat we dan toch helemaal aan het einde van het jaar iets groots krijgen. Want een adventkalender telt altijd af naar een bepaald moment. En in dit geval zou het symbolisch dan een kerstcadeautje zijn. Of een klapper aan het einde van het jaar. En ik zie anders niet zo in waarom ze dit zouden doen. Normaal heb je iets van een year in review. Statement op de website. En dan de belofte dat volgend jaar groter wordt. En daar kiezen ze dit jaar niet voor. Dan vraag ik me af waarom. En ja, dat betekent dus dat er iets zou kunnen komen mogelijk. Maar ja, dat is ook hopium van mij. Jullie hebben in ieder geval één cadeautje, dat is dat wij weer terug zijn. Niet dat je daar in je portfolio veel van merkt, maar hey, het is iets. Ja, en ik ben dus nog steeds aan het bladeren. Oh, hier. There is 1 month left in the year. Most people are ready to coast to the finish line. But 1 good month can make the whole year feel like a success. What can you do in the next 30 days to build momentum and finish the year on a high note? Dat is dan een quote van James Clear. Ik zal die tweet ook in de show notes zetten. Ja. Ja. En we gaan het dus maar even afwachten. We hebben nog een week tot de kerstdagen. Ik ben benieuwd of ze met de kerstreces gaan. Dan zouden ze dus kerst en oud en nieuw even gaan rusten op de lauweren. We gaan het zien. Dan wil ik eigenlijk... Ja, ga door. We hebben niet in het verleden ook een keer deze discussie gehad over, ik kan me zoiets herinneren ook, van of je wel of geen update zou droppen tijdens de feestdagen. Want aan de ene kant heb je natuurlijk het idee dat het een soort van goed moment is, een soort mijlpaal, hè, die je gewoon kan vieren daarna. Maar aan de andere kant, als je dus een nieuw product lanceert en er gaat iets fout, hoe ga je dan zorgen voor je nazorg? Snap je? Van, stel je voor dat praktisch het hele bedrijf met vakantie is en er blijkt een kritieke fout te zitten in een bepaalde update. Ja, dan heb je wel een probleem. Ja. Dus dat is wel het belangrijkste tegenargument hiertegen. Maar ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Ik kan me niet voorstellen dat ze niks gaan doen. Ja. Want eens. Uiteindelijk, dat is de paradox. Wat jij ook zei, Galileo moet kunnen draaien op de verbeterde versie van Tokenize. Hoe gaat dat er dan uitzien? Van, moeten we voorlopig met die twee tiers werken? Of gaan we toch meer krijgen? Ik vind het heel interessant. Nou ja. We gaan het zien. Ze zullen een belofte toch op een bepaald moment in moeten gaan lossen. Ja, of we zijn al ons geld kwijt en we zijn voorgelopen. Misschien dat ChatGPT dat we net lieten draaien toch gelijk had. Helemaal niks van klopt. Goed. Dat is ook wel draaien op Interledger. Dat lijkt me een goed idee. Nee. Hey, de Quanfi Show. Ja. Wie zijn we? Wat doen we? Waar gaan we heen? Wat is ons DNA? Ja, dat is de vraag. Hè? Hoe gaan we ons... ons profileren, wat gaat nou daadwerkelijk de... Hoe moet ik dat zeggen? Wat gaat de formule worden, hè? Wat gaat er veranderen? Nou, als jullie gezien hebben vandaag, zit ik op mijn stoel in plaats van dat ik heen en weer aan het rennen ben als een... We worden langzaam volwassen. Heel langzaam. Het is buitengewoon oncomfortabel om zo lang in de stoel te zitten. Maar niks voor mij. Voor mij ook rondspringen, hoor. Weet je, we wilden de audio wat omhoog halen, hè? Dus ik heb een, ik weet niet of je het kan zien, een hele mooie grote microfoon gekocht met zo'n mooie anti-trill basket en een armpje en mooie lampjes en weet ik het allemaal niet. Als je nog te denken aan een greenscreentje, om het allemaal even een beetje op te pijzelen. We willen proberen om het imago van de Quanfi Show een klein beetje een boost te geven. Ja, dus polootje aan in plaats van een tank. Ik heb wel een tanktop eronderaan. Ja. Het is ook winter, hè, mensen. Zometeen als het gewoon weer 30 graden is buiten, dan... Het is niet uit te sluiten, maar misschien doe ik dan in plaats van een tanktop gewoon een shirt aan zonder mouwtjes. Ja. of zo'n shirt wat dan eigenlijk gewoon een visnetje is, weet je wel.
Nee, maar... Ja, of even, een bodypaint. Dat kan ook. Dat ik voor de bodypaint ga, dat we dan de rollen omdraaien. Nee, maar... Ik weet niet precies wat... Ik ben alweer heel goed met... Je kan met mijn dingen afspreken, dan wijk ik altijd af van het schema. Dus ik zit in een Google Docs die we hebben, ondertussen ook even te kijken wat er allemaal op de planning staat. Ik zie dat een van de punten is die we willen aanstippen dat planning is. Nou ja, daar wijk ik dus nu al vanaf. Gaat weer goed. Nee, maar we hebben een week geleden en daarvoor wat brainstorm sessies gehad. Jarno en ik en het team dat achter ons staat. En die hebben we sowieso ook al wel gehad in de periode dat Jarno richting Galileo ging. Hè? Dat betekent we hebben nu serieus een probleem. Ja, hoe gaan we nu verder? En ja, eigenlijk al die inzichten hebben we min of meer gebundeld. En we gaan vanaf dat punt gaan we nu verder werken. En dat betekent dus dat we nu een seizoen 2, zoals we het noemen, hebben. We hebben dingen omgegooid, of tenminste verbeterd. Omgegooid is niet helemaal het goede woord, want ik denk dat we in essentie nog steeds hetzelfde doen wat we altijd deden. Maar we hebben nu een website, bijvoorbeeld. We hebben ook nog niets over gezegd. Ik probeer om de zoveel tijd iets te publiceren aan tekst, te bloggen. Dat is nog niet heel goed gelukt, maar ik heb een eerste aanzet gedaan. En af en toe als ik even tijd heb en ook gewoon zin en motivatie überhaupt, probeer ik wel achter mijn laptop te kuipen en een woordenbrei te creëren die ergens op slaat. Al heb ik net geleerd dat je dus ook een algoritme daarvoor aan het werk kan zetten. En die kun je gewoon bezoeken. Dat is thecomfyshow.com. Als je daarheen gaat, zie je nu nog onze trailer uit seizoen 1. Dat gaan we aanpassen. Oude trailer nog. Ja, ik heb gewoon nog steeds, ik heb nog steeds gewoon hetzelfde overhemd aan. Niks veranderd. Ja. En we zitten nu voor de podcastluisteraars ook welkom. Even op de website, linksboven de Quanfy Show, het welbekende logo. Rechtsboven zie je home, video's, blogs en contact. Nou, we gebruiken hier eigenlijk een, ik weet even niet hoe zo'n ding heet. Een embed link, volgens mij heet dat. En dan kan je dus eigenlijk de video's die we op ons YouTube kanaal hebben, kan je hier ook zien. Nou, dan zie je mijn appelige hoofd hier. En een fantastische gezichtsuitdrukking van onze trailer. En daaronder zie je... de laatste podcast in het Engels en de laatste in het Nederlands. En dat zijn uiteraard Spotify links. En de blogs staan daaronder. En dit is alleen nog maar de homepage. Tweets van Quant Updates staan hier. Is dat intussen veranderd? Of blijft dat zo? Nee, die moet ik nog aanpassen. Goeie, scherp. Ik heb de naam op Twitter heb ik aangepast, maar ik heb nog niet de username aangepast. Dat moet ik wel nog doen. Ik was dus aan het zoeken naar die instelling, alleen ik kon hem niet vinden. Dat ik zoiets, laat maar zitten dan even. Dat zit verborgen. Ik kan je daarmee helpen. Ja, ik moet het nog even doen. Maar wat we namelijk willen, mijn corporate uitstapje heeft me ook wat dingen geleerd over trademarks enzovoorts. We willen... Sorry hoor. We willen de boel nog wat schoner presenteren dan dat we al deden. Hè? We gebruikten eigenlijk al nagenoeg nergens Quant-logo's. Niet de Quant-naam om onszelf te promoten, et cetera. Ook al zijn we best wel Quant-focused. Maar dingen als Q&T-updates of Quant-updates... Dat zou toch weer een copyright infringement achter kunnen zijn. Nou, willen we niet, dus dat gaan we lekker... lekker weghalen en schoonmaken. Als je dus hier naar video's gaat, ga je automatisch naar het YouTube-kanaal toe. En de blogs staan wel op onze eigen website. En dan hebben we hier een contactformulier met allemaal linkjes, donatieadresje. Als je dus een vraag hebt of een suggestie hebt of samen wil werken, kan je altijd eventjes bij ons in de lucht komen. Ja. En waar gaan we dan eigenlijk heen? Hè? Want we waren eigenlijk een heel erg 100% Quant. En we hebben daar met wat discussie een bepaalde kern uitgehaald.
En dat is eigenlijk de comfy levensstijl als formule en Quant zelf. Hè. Zo hebben we dat eventjes samengevat. Nou, hoe ziet dat er dan eigenlijk uit? Nou, we hebben de comfy lifestyle. Wat is dat dan? Nou ja, eigenlijk alles. Voor nu is dat vooral DCA en hodl. En vooral lekker comfy en rustig blijven. Maar in de toekomst gaan we natuurlijk succesverhalen krijgen en zien. Mensen die willen diversificeren. Nou, dat zijn ook allemaal zaken die we in het vorige seizoen besproken hebben. Maar daar zullen we wat meer naar gaan uitweiden. Hè? Meer kijken van oké, wat is er nou gelieerd aan Quant? Wat kunnen we nou onder die levensstijl bevatten? Nou, daar hebben we een aantekeningetje bij gemaakt. Hè? Je hebt bijvoorbeeld dus eerste graads Quant nieuws. Nou, dat zijn dan de Oracles, de LegChains, de Nexies, de Albitrees en de SDX'en van deze wereld. Hè? Dus de directe partners. Ja? Exact. En eigenlijk eerste graads alles wat direct vanuit Quant komt. Zo zou ik hem definiëren. Dus op het moment dat Quant zelf iets noemt, dan is het meteen gewoon bij de bron. Ja. Tweede graads. Wordt wat anderen over Quant zeggen. Toch? Ja, dus dan zitten we op het public OVN verhaal. De influencers en wat zij daarvan vinden. Ecosysteem nieuws. En wat daaromheen hangt. En waar we ook meer mee willen gaan doen, is dat we dus kijken of we andere influencers kunnen vinden. Podcasters, bloggers, YouTubers, gamers, whatever. Weet je, uiteindelijk gaat de gaming scene gaat groot worden. En kijken of we met hun kunnen praten over Quant, maar ook hun investeringen en hoe dat er allemaal, dat er allemaal in zit. Zonder dat het daarbij een shitcoin showfest wordt. Ja, we zullen nog steeds in de toekomst geen promoties van andere munten gaan doen met de intentie om het te promoten. Juist. Of alleen maar witte mannen hebben een gesprek over investeren. We proberen het wel over Quant te laten gaan. Maar gewoon, dat is dus die derde graad. Hoe zitten wij daar dan zelf in eigenlijk? Dat is een beetje hoe we hem zien, toch? Lees ik het zo goed? En heel veel dingen, en laat dat duidelijk zijn, hebben we eigenlijk al gedaan. Hè? Het is niet heel nieuw wat we hier aan het doen zijn. Maar we hebben eigenlijk al, het eerste jaar, we hebben geëxperimenteerd. We zijn eigenlijk gewoon out of the blue begonnen en we kwamen erachter dat wat we deden eigenlijk al een heel sterk product is. Alleen, na een tijdje dan gaan dingen zichzelf wat meer wijzen welke kant op gaan, wat jullie ook prettig vinden. En daar hebben we gewoon geprobeerd rekening mee te houden. En dat is eigenlijk het verhaal hoe dat schematisch neerzetten. Ja, en waarom ik zo aan het hameren was op het script, hè? We hadden van tevoren afgesproken van we gaan het proberen om het wat meer te structureren. Juist. Krijg je dus eigenlijk in het eerste gedeelte, hè, de introductie van ons, die duurt eigenlijk altijd een minuutje of 7. Hallo, hoe gaat die? Een beetje dat. En dan krijg je daarna eigenlijk een stukje de meat and potatoes, hè, waar ik het over had. Nou, dan gaan we dan eigenlijk pogen om telkens dit in een minuut of 10 te vangen. En om dan daarna een minuut of 20 daarover uit te weiden. En dan kunnen we die eerste 10 minuten, als we dat een beetje degelijk doen, mooi gebruiken voor een korte fragment, wat dan weer makkelijker gedeeld kan worden met video, zodat mensen er lekker naar kunnen kijken. En wat ook het engagement natuurlijk op onze YouTube verbetert. Nou, dan krijgen we daarna een stukje prijs, wat we normaal gesproken in het begin deden. Met een beetje discussie daaroverheen. Krijg je weer een main topic. Dat is een beetje waar we nu zitten. En dan eindigen we meestal dan met de vragen die we gesteld hebben op Instagram. Dat is altijd buitengewoon vermakelijk. Dan gaan we altijd met een lach. Dat moeten we inderdaad weer een keer gaan doen, ja. Dat, ja, dan gaan we met een lach de show uit. We proberen dus wat meer te structureren. Dat hebben we allemaal wel een beetje informeel geleerd. Vergt wel discipline, maar we zijn gewoon dat raamwerk langzaam aan het bouwen. En het wordt steeds meer uiteindelijk gewoon een invuloefening. Ja. En des te meer structuur daarin hebben, des te meer je zaken gaat standaardiseren. Zonder dat de content, zonder dat het gesprek wat wij hebben verandert. Dus dan makkelijker het voor ons wordt om die content overal heen te knippen en plakken. Zodat steeds meer mensen gewoon kunnen zien waar we het over hebben. En je uiteindelijk gewoon je bereik gewoon kan vergroten. Ja. En dat is waar we mee bezig zijn. Er is nog een belangrijke wijziging. We gaan van 2 episodes per week Oh ja. Naar 1 episode per week.
En dat betekent dat er donderdag om 6:00 deze week een Nederlandse episode komt. Maar volgende week is er op donderdag om 6:00 een Engelse episode. Exact. Mico had gelijk. Ja, en die komt dan wel op 6:00 CET, hè, dus dat is Europese tijd. We kunnen hem voor de lol om 6:00 GMT doen. Maar dan is dat om 8:00 s'avonds in Nederland met zomertijd. Dan wordt het weer ingewikkeld. Gewoon Nederlandse 6:00, toch? 6:00. Want als het in Nederland 6:00 is, dan moeten jullie het met ons doen. Dan krijgen jullie een coffeeshow voor je kiezen. Exact. Dat vinden we gewoon... Nou, dat zijn van die inside jokes, dat moet je begrijpen. En jullie begrijpen hem allemaal. Dat is iets wat jullie als community gecreëerd hebben. Dat willen we jullie teruggeven. Donderdag 6:00. Die zal de geschiedenis ingaan als een dat er dan sowieso wat kwantnieuws verder gaan we nog wat andere cosmetische dingetjes, esthetische dingetjes, wat entertainment dingetjes pogen toe te voegen met wat lichte editing. Ja, in principe blijft het gesprek zoals het nu is, zoals het is. Wellicht komt er wat bij, wellicht gaat er wat af. Maar de totale aflevering zal eigenlijk nooit langer gaan duren dan 1.5 uur. Dat is het idee. Nee. Ja, en soms ga je er overheen, dan heb je gasten en soms zitten we dat onder. Maar dat streven we gasten hebben, wijken wij inderdaad af. Ja. Juist, het streefgetal blijft 1.5 uur. En, ook verder hebben we nagedacht over onze social media strategie daarnaast. Hè? Het vergt voornamelijk effort aan mijn kant om te zorgen dat... Nou ja, op het moment dat het interessant is de zaken te delen. Dat doe ik dus aan de ene kant door blogs te posten op die website. Heb ik nu 2 keer gedaan. Moet weer eventjes motivatie vinden om de derde nu te schrijven. Maar dat gaat gebeuren. Dan hebben we Instagram, waar we dus inderdaad naar de Quantum Show zijn gegaan van titel. Nou, we zullen daar ook om de zoveel tijd nog steeds content blijven delen. Dan heb je ook Twitter, waar we wat sneller kunnen schakelen. En waar we vaak ook gewoon... de meeste actie gebeurt nog steeds op Twitter, als je het mij vraagt. Eigenlijk tel ik hem in feite, maar het overzichtelijke werk gebeurt op Twitter. Dus daar zijn we ook actief. En daarin verandert eigenlijk niet zo heel gek veel. Nee. Nou, op dit moment is het vrij stil op alle fronten. Dus zijn ook onze social media kanalen wat stiller. Als er gewoon nieuws is, hoor je het natuurlijk. Maar dan bespreken we het ook. Andere frequentie, dat geeft ons gewoon wat meer tijd om wat zorgvuldiger na te kunnen denken over de content die we delen. Het helpt ons ook, want ja, op een bepaald moment zaten we echt met 1 keer per week in beide talen dat je 2 keer hetzelfde verhaal zat af te draaien. Ja. Dat is niet heel prettig. Dat proberen we er ook een beetje uit te halen. Daarnaast ligt de frequentie van het nieuws rondom Quant ietsje lager de laatste tijd. Waardoor we dus wat meer tijd hebben, zodat we gewoon wat zorgvuldiger op zaken in kunnen gaan en echt de belangrijkste zaken eruit kunnen pikken. Dus dat. Ik kijk tevreden terug op comeback. En die komt nog in het Engels ook, hè? Of niet? Wat? Ik weet het niet. Een comeback in het Engels. Ja, volgende week donderdag toch? Ja, donderdag 6:00. Ja. Ja. Ik ben helemaal toast. Ik was de hele dag gewoon een beetje nerveus. Ik ook. Om vandaag weer terug te komen hier. Ik had het ook een beetje. Ik zat een beetje... je hebt vaak dat je s'avonds iets leuks gaat doen. En dat had ik de hele dag. Ik werd vanochtend wakker van lekker een showtje opnemen vanavond. En het voelt ook gewoon goed. Hè? Het gewoon even. Ja. Nu is er deze keer niet zo heel veel aan de hand. Maar het voelt goed. Om gewoon even weer een beetje van gedachten te wisselen. En... er zijn zoveel dingen die spelen en het is altijd even goed om weer gewoon over te kunnen praten, te kunnen verwerken. Ook in het lieve grote... mensen, laat je niet gek maken met alle fut en andere bullshit. Ga niet mee met alle huilers van Bitcoin gaat naar 6k, 7k, Quant gaat naar 40, 10. Blijf comfy. Komt goed. Echt. Dank jullie wel. Voor het kijken.
luisteren, steunen. Prima. Laat even een berichtje achter. In de beschrijving van de video. Doe hem even delen met iemand om je heen. We zijn niet meer trashy en ill-advised. We doen nu research en ik heb een polo aan. Geen schoenen. Dank jullie wel. Tot de volgende Kwamfie Show. Donderdag, 6 uur. Stay Kwamfie. Lekker.